kijk mijn nieuwe vlog. Ik ben Lieke en vandaag gaan we iets knutselen in de knutselkamer. En we zijn nog nooit geweest met jullie. Tja, met de rondleiding van hoe moet je wel. Maar dat is wel een tijdje terug. Dus dat kan je niet zien eigenlijk. Je kan wel een roomtour doen. En dan kan je het wel vinden. Maar vandaag gaan we iets knutselen. En dat is een tasje. Het enige wat je nodig hebt is een papiertje, een vierkant. Maar niet uit welke kleur. Een schaar. Een naaimachine. Of gewoon een plakband. En ik ga het pakken. Sliertjes nodig. Deze. Je hoeft er maar twee nodig te hebben. Want we gaan een winkeltasje maken. Je kan er natuurlijk ook nog versiersel bij doen. Maar dat laten we nog even tot het einde. Want we gaan eerst natuurlijk gaan knutselen. We gaan vandaag een tasje knutselen. Dit. Dit is gewoon een zo'n groen bladje met daar op de achtergrond. De kleur vandaag is groen en daar ook groen hangt. En morgen is de kleur weer paars. Ja, en morgen gaan we dingen met paars doen. Dus ja, wat gaan we doen? Een tasje maken. We hebben eerst dit nodig. Een papiertje, een vierkant. En die vouw je eerst zo dubbel. Dat is makkelijker, dan kan je eerst tegenaan drukken. Zo, vouw je zo dubbel. En dan vouw je hem nog een keer dubbel, maar dan aan zo. Even zien. Je vouwt hem dubbel. Dat. En dan heb je dan zo'n kruis in de midden. En eerst vouw je zo de boel. En daarna vouw je hem zo de boel. En dan heb je zo'n kruisje. Je moet hem zo houden. En dan hebben we nog iets ding. Dan gaan we hem nog een keer vouwen. Laat het meteen aan jullie zien. Dan heb ik deze klapjes aan de buitenkant, waar nu dat vierkant zit, met het kruisje. En deze klappertjes heb ik zo en zo gedaan en dat strak trekken. En dan heb je dus op een moment dit. Maar dat is nog niet genoeg om een tasje te maken. Dus dan vaar je nu zo dubbel. Gewoon naar een lijntje in het midden toe. En de andere ook. Je mag zich ook mee knutselen. Maar je kan natuurlijk ook nog een vlog doen waar minder snel is. En dan heb je dit dus. Heel veel, dit is dus genoeg. Maar je moet door blijven gaan. Leuk. Ik leg het eerst even uit. Deze plakje dus. Heb ik. Toen kwam ik weer uit. Dat is dus goed. En dan heb je op een gegeven moment dit. Je moet doorgaan tot dit, dat je dit ziet. En met heel veel vakjes. Dit zijn hoeveel vakjes wat je dan moet tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je moet tot 16 vakjes door blijven gaan. Dat is dit dus. En dan knip je deze. Zo. Ik doe het wel zo even. Deze zo door het midden. En deze dus ook. En dan
What's this? And no. Like a very big rope. Did this? Some knip, yeah. So. That's really good. This high chick knip is going off. I need to rough. Do you did so off the counterfall? And I'll do the day show. And the day show. Cut so sooner. Day show. 2, 3 show. Start here, run check. 3 show. Day show. Cut your show. Open. Open the little bladje and dan doe je het aan de andere kant ook zo. En dan maak je dat vast aan elkaar. Dan niet je of plak je dat aan elkaar vast. Ik ga het nu even doen. Maar niet tegelijk natuurlijk. Nee. Dat mag jij trouwens ook thuis doen. Dat je niet tussen me ook iets anders wat je hebt. Sorry, dan verwachten we val. Dan klap je dat. Zullen we? Dat klopt helemaal. Je moet daar zo van het geval. Twee plakjes, als je niet goed zit, zijn er 2 plakjes dan.
Er zitten gelukkig binnen. Kan doen. Nou, binnen deze manier. Dit is dat het kan natuurlijk niet. Zo, en doe je dat ook bij dat andere flapje. Papier had ik gewoon nog. Zo, afknippen. Maar dan plak ik ook aan de binnenkant ook vast. Yep. Niet meer snel. Nee, niet meer snel. Hij werkt niet. Bing. Zo. Dan plak je dit gewoon aan elkaar vast. Dit maak je los, dit is losgemaakt. Dan kan je ook gewoon aan elkaar vastmaken. Maar ja, dan moet je mijn uitleg niet volgen. Dan begin ik wel goed. We gaan in ieder geval een mini ding maken. Inderdaad, ja, een mini dingetje. Doe het gewoon hetzelfde aan de andere kant. Zo, hoe plak je? Een leuk nieuwtje. Ik heb een Instagram account. Hij heet Lieke. F-T. Lekker volgen. Het mandje is klaar. Het mandje. En een heel klein, schattig mandje. Je kan altijd nog een extra mandje op de spak. Ik zou echt niet doen, want dan duurt de video wel heel lang. Dus we gaan nu deze grapjes maken. Het is heel makkelijk. Ik zou wel een beetje eraf knippen.
Het is lang genoeg. Even meten hoor, hoe lang het is. Liniaal. Nou, even meten hoor. Centimeter. 17 centimeter is genoeg. We plakken dat gewoon zo vast aan de randen. Heel makkelijk. Ook met plakband. Zet het ook om met plakband. Yep. Want dat is echt veel makkelijker. Centimeter. Ook vastplakken. De mandje kan je winnen. Door je de mandje om je te voeren. En nu kom ik daarmee te doen. Nou, geef in ieder geval een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei doei. En leuke reacties. Doei.